Hallo kijkers en tof dat ik het goed in je video. In deze video gaan we gewoon weer verder met de Minecraft Survival Island. Het is alweer eens de derde aflevering. En ja, de zon komt hier mooi onder. Dus het is weer tijd om weer te gaan slapen. En dan gaan we er mooi aan beginnen aan deze gloednieuwe aflevering. En ik had onlangs een paar dagen geleden had ik een. Ik ga even ook meteen de mijn in. Maar ik had een paar dagen geleden had ik een telefoontje gekregen van school en daarin zeiden ze dat ik geslaagd ben. Dus daar ben ik ook wel heel erg tevreden mee. Dus dan kan ik genieten van de vakantie. Als namelijk de vakantie is namelijk toch wel tof als je kunt horen dat je ja, tijdens de schoolperiode dan toch het jaar geslaagd hebt. Dus daar ben ik toch wel tevreden mee. En gisteren was ik een keer ging ik even buiten op de trampoline. Dan was er iets waardoor ik heel erg verschoot. Want ik ging op de trampoline springen. Maar wat ik niet wist, want dat de hond van de buren is bij ons in de tuin gekomen. En hij zat onder de trampoline. Dus ik ging springen op de trampoline. En dan na één sprong hoorde ik opeens geluid en ik verschoot echt mega hard. En ja, die hond. Ze verschoot eigenlijk ook wel best wel hard, want die rennen meteen al weg. Oh, diamonds! Diamonds! Diamonds, dat zijn de eerste diamonds die we ook al meteen vinden. Even testen of de opname het wel doet. Ja, de opname doet het ook wel. En het geluid neemt ook wel op, want dan moet ik toch ook wel even controleren. Ik neem mijn geluid namelijk op mijn Audacity, want anders is er toch gewoon veel te veel ruis. En ja, dan moet ik hem wegkrijgen, maar Audacity is dat dan gemakkelijker. Ja, toch wel tof dat we die diamonds nu vinden. Ik moet straks ook weer naar een barbecue. Dat is al de tweede barbecue in een week tijd. Maar dit is gewoon een barbecue van school en al. Dus daar moet ik toch ook wel aanwezig zijn. Maar daarvoor ik naar de barbecue vertrek, ga ik gewoon deze video nog even opnemen. Even testen of er nog meer diamonds in de buurt zitten. Maar ik denk van niet. Oh, lapis lazuli, daar hebben we ook niet echt zoveel van. Maar dan nemen we ook maar gewoon rustig mee. Lapis lazuli kunnen we ook wel mooi zien als bouwblokjes, maar ja, dit is wel vooral belangrijk voor als je wilt gaan enchanten. Ja, volgens mij zijn dit alle diamonds, dus het zijn er maar 3. Want ik heb er alleen gemijnd, ja, we hebben er 3. Maar ja, alle beetje diamonds zijn altijd welkom. Ja, hier was die onderwatercave, dus ja, daar wil ik even niet verder gaan. Ik denk dat ons mijn avontuur toch wel geslaagd is. Nee, laten we nog even verder gaan. Want ik zou graag nog een full setje iron armor willen maken. En daarvoor hebben we nog langer niet genoeg, dus hier iron meenemen natuurlijk. Om een volledig set iron armor te maken heb je er 24 nodig en hebben we er 14. Dat betekent dat we nog een stuk of 10 eieren nodig hebben. Dus dat wordt weer flink mijnen. En ik hoop dat de kijkers van deze video, dat jullie ook deze zomervakantie tof zullen beginnen. Ja, ik ben van plan ook om op reis te gaan tijdens de vakantie. Dus er kunnen ook weer vlogs gaan aankomen. Want vlogs vinden de meeste mensen toch wel leuk. En dat vind ik toch ook wel leuk om gewoon eens even te gaan vloggen met de camera. Want ja... Wie vindt vloggen nou niet leuk? Vooral tijdens op vakantie gaan is het wel tof. En ik hoop dat jullie ook allemaal dit schooljaar hebben geslaagd of goed kunnen hebben afsluiten op school. Ik moet, ik vind het toch wel jammer, het enigste jammer aan de grote vakantie is dat ik misschien wel mijn klasgenootjes zal missen ofzo. Maar ja, aan de andere kant doe ik ook tijdens een grote vakantie best wel heel erg toffe dingen. Dus dat maakt het dan weer goed. Onze pickaxe begint ook wel snel op te geraken. Als zodra onze pickaxe kapot is, gaan we toch gewoon weer terug naar boven. Om onze loot te verdelen onder de kisten. En ja, ik weet nog niet wanneer ik mijn huis zal bouwen, maar wees gerust. Mijn huis komt eraan, het komt eraan. Alleen weet ik ook niet echt zo goed wanneer ik het... Oeps, ik wou eigenlijk een toortje plaatsen.
maar ik plaats op ongeluk een steen. Oké, dit is niet de meest woordelijke mijn, maar ik weet het, maar het is toch maar een begin. Ik denk dat de bomen ook al ondertussen gegroeid zijn, laten we hopen. En ja, ook in de reacties mogen we ook altijd achteruit wat jullie mij wensen zien te doen. Want ja, ik kan bijvoorbeeld misschien wel een vuurtoren bouwen ofzo. Maar alleen voor het begin lijkt het nog niet echt zo handig om een vuurtoren te bouwen. Laten we, ik heb een idee, laten we de dierenfarm eens daar bouwen. Hier gaan we gewoon onze huisjes bouwen ofzo. En dan hebben we ook eens daar op die eiland kunnen we misschien wel een vuurtoren ofzo bouwen. Dat is gewoon even een plannetjes voor de toekomst. Dus hier bouw ik de huisjes. Daar zullen de dierenfarms komen. En daar misschien in de toekomst wel een vuurtoren ofzo. Misschien zullen we plannen later ook in de toekomst aanpassen ofzo, maar voorlopig lijkt het me dat zo wel een goed idee. Ja, fijn, we hebben niet genoeg kool. We kunnen misschien wel charcoal maken. Laten we dan maar charcoal maken, want charcoal is redelijk nuttig. Wat dus misschien kunnen we deze drie eilanden met elkaar verbinden. Dat zou misschien wel tof zijn. Alleen, ik zal er misschien nog even mee wachten. Hier plaats ik weer sugarcane. Laten we de sugarcane farm misschien wel even verplaatsen. En dat het andere stuk van het eiland toch wel handiger is voor de sugarcane farm. Oh, dit is even raar. Laat even weten wat jullie vinden van... Oh ja, hij springt gewoon op het land. Dit is wel vreemd. Hij zwemt op het land. De landzwemmer. Oké, het is wel heel erg vreemd. Maar laat ik het sugarcane gewoon hier plaatsen. De landzwemmer. Oké, dit is bizar. Oké, de landzwemmer probeert weer recht te staan, maar dat gaat niet. Even iets testen. Misschien moet ik even weer in het water gaan. En dan weer... Nee, ik ben nog steeds aan het zwemmen. Ja, de landzwemmer... Ja, nu sta ik weer recht en... Nu zwemmen we niet langer meer, dus... Ja, dat was even een rare dingetje. En ja, nu kan ik mooi ook mijn eieren gaan afsmelten. We hebben nog hier en daar wat fakkels, dus die kunnen we ook weer verspreiden over het gans eiland. Want we willen natuurlijk niet dat er te veel monsters spawnen, want dat willen we ook natuurlijk weer niet. En ik denk dat we een keer de nacht een keer niet gaan skippen en op de andere eiland misschien wel over een PvP gaan tegen monsters in de nacht, want... We kunnen misschien wel eventueel wel bone meal of zo kunnen gebruiken van skeletons of strings, die zijn ook wel altijd welkom. En onze pickaxe is kapot, dus waarom niet een nieuwe pickaxe gaan maken? En ik denk ook stilaan de tijd is om de aflevering een beetje gaan af te ronden, zeker. We kunnen alleszins een brug bouwen tot hier. Ik denk dat ik een brug dan misschien van steen of van hout wil maken. Dus nog wat plannetjes voor de toekomst. En hier kunnen we misschien ook een vissersplekje maar bouwen. Dat we hier gewoon kunnen vissen. En dan kan ik ook misschien wel een mooie aflevering aansluiten. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Geef de video alvast een likeje. En laat ook even weten in de reacties of jullie mijn ideeën van eilandjes wel tof vinden. En bedankt voor het kijken naar deze goede nieuwe video. En tot de volgende keer maar weer. Later.